Zijn autodealers slachtoffer van de macht van fabrikanten? En wat kan daartegen worden gedaan? De financiële resultaten van veel dealerbedrijven zijn ondermaats en vaak onvoldoende om de investeringen te verantwoorden die door de importeurs worden geëist. Tijdens de bijeenkomst Reorganisatie Dealernetwerken op 12 maart werden de oorzaken en oplossingen besproken. Het verhaal van directeur en groot aandeelhouder bij Van Mossel Groep Erik Berghof laat een succesvolle retailer zien die graag spart met een collega-ondernemer in een andere sector, de keuken- en meubelbranche. Herinrichting van dealershowrooms kan volgens Max Erich van ING bijdragen aan een consolidatie van de netwerken, zonder daarbij voldoende fysieke dekking van de markt uit het oog te verliezen. Kleinere partijen, zoals de lokale helden, met een sterke positie in de regio, hebben dankzij een hoge klanttevredenheid en lage huisvestingskosten een relatief gunstig rendement. Arnold Koopmans, hij is hoofd juridische zaken bij BOVAG, en Pieter Wiegman van License & Franchise vergeleken in een tweegesprek de dealercontracten met franchisecontracten uit andere branches. Koopmans zegt moeite te hebben met de combinatie tussen de gevraagde investeringen en de korte opzegtermijn van de contracten die sommige partijen opstellen. Ook de verkoopbaarheid van een dealerbedrijf wordt herhaaldelijk aan de kaak gesteld. In de afsluitende paneldiscussie vraagt de algemeen directeur van Ford Nederland, Gerard Bolder, zich af wie er eigenlijk het zwaarst in de autobranche investeert. De fabrikanten of de dealers? En waarom zou je als consument op zaterdag naar een autobedrijf gaan als de auto's daar staan opgebaard zoals het in een mortuarium is?